Wat ik wil doen is een iets bespreekbaar maken waar ik denk dat we het nog niet genoeg over hebben. En specifiek gaat het over archieven in Nederland. En ik focus me specifiek op het Atria-archief. En ik kijk naar de zwarte migranten- en vluchtelingenbeweging in de jaren 80. En ik ga met jullie een aantal beelden delen. Maar ik wil ook kritisch nadenken over de rol van witte instituten en archieven die collecties beheren en wat dat betekent. En dus voor mijn onderzoek, maar ook als ik het daarover praat, ben ik heel erg geïnspireerd door Grada Colomba en ik hoop dat jullie haar werk kennen. Ik zal er niet te diep op ingaan, maar zoek haar zeker op als je het niet kent. En hoe belangrijk het is om dit gesprek te hebben en hierover na te denken en het niet theoretisch en abstract te maken, maar juist om de emotie te voelen en na te denken over wat het betekent dat we toegang hebben tot bepaalde geschiedenissen en andere geschiedenissen niet zo makkelijk tot ons komen. Dus wat bedoelen we met archieven? Ik heb het heel veel over archieven en ik wil even kort soort van aanstippen dat er verschil is tussen institutioneel archief, tussen privéarchieven, maar ook bijvoorbeeld om het lichaam als archief te zijn. En ik weet zeker dat heel veel van jullie archieven thuis hebben, dingen die je hebt verzameld, dingen die iets betekenen. En misschien heb je er niet eens echt over nagedacht waarom je dat nog hebt. Maar ik denk dat bepaalde collecties ons iets vertellen over hoe we nadenken over geschiedenis. En hoe we op die manier tot een breder begrip kunnen komen van wat archieven zijn en doen. En dat archieven ook emotie opbrengen, een gevoel, een samen zijn. Ik denk dat bijvoorbeeld het gesprek wat net heeft plaatsgevonden en de dingen die Simone heeft gezegd, daarin voelen we waarom het zo belangrijk is om te archiveren wat we zeggen op dit soort plekken en hoe we daarop reflecteren. En dat het niet gaat om technische definities, dat we gewoon niet zo goed weten hoe we het moeten zeggen, maar dat het gaat om een geschiedenis. En dat gaat ook over archieven. En we kunnen heel duidelijk zien in verschillende archieven hoe er op een bepaalde manier over is gesproken. Voor mij is het heel interessant om na te denken en bezig te zijn met het ZMV-archief, en daar zou ik zo meteen nog even kort op terugkomen wat dat dan is, in het ATIA, omdat het laat zien dat deze gesprekken niet nieuw zijn. Deze gesprekken werden ook in de jaren 80 gevoerd door vele, vele mensen. Wat het wel laat zien, dat er is een bepaalde veronderstelde neutraliteit van archieven. En vaak denken we niet genoeg na over de machtsstructuren die archieven onderliggen. Dus hoe komen archieven tot stand? Wat wordt er bewaard? Waarom en door wie? En ik denk dat dat echt pertinente vragen zijn die we ons moeten stellen. En waarom bijvoorbeeld, als ik nadenk over de feministische beweging in Nederland, waarom in mijn visuele imaginair archief, waarom er alleen maar Dolomina's naar boven komen. Omdat dat is wat ik heb geleerd op de middelbare school, dat feminisme in Nederland is. Dus waarom heb ik geen zwarte of bruine vrouwen gezien? Waarom heb ik niet gezien wat die mensen deden in die tijd die echt heel belangrijk was? Dus de ZMV-beweging, ik zei het net al, het is een hele brede beweging. Ik zal er niet heel erg diep nu op ingaan vanwege de tijd, maar ik hoop dat iedereen een beetje een beeld heeft bij wat de ZMV-beweging was en hoe breed het was. Dus inderdaad literatuur, cultuur, verschillende vormen van activisme. We hebben het echt over gewoon een brede feministische beweging die helaas alleen maar wordt begrepen als we het hebben over de witte feministische beweging. Dus het is ook een voor mij heel erg belangrijk om na te denken hoe we dat kaderen, hoe dat archief tot stand komt. Dit specifieke archief is bij ATIA niet als één archief. Het is verspreid door de collectie heen. Dat betekent dat als je naar ATIA gaat en je zegt ik wil iets weten over de ZMV-beweging, wat ik heb gedaan en ik kwam daar binnen, zegt de een van oh ja, we hebben daar eigenlijk heel weinig over. De ander zegt oh ja, er is heel veel informatie over, maar ja, het is allemaal heel moeilijk te vinden. Er waren niet zoveel zwarte vrouwen. Bizarre reacties voor een archief dat zich specialiseert op een feministische geschiedenis. Bizar dat ik nu na 2 jaar meer weet over het ZMV-archief dan ATIA zelf weet over dit archief. En ik denk dat een probleem is. Wat ook heel erg naar boven kwam, iets wat we heel weinig horen, zijn de transnationale connecties die werden gelegd door vrouwen in deze tijd. En dat is belangrijk omdat er een gesprek was. Er was een ander gesprek. En dat gesprek laat ons zien dat als we het hebben over feministische subjectiviteit, of als we het hebben over wat het betekent om onderdeel te zijn van een transnationaal feministische geschiedenis, dat we ook moeten kijken naar wat voor connecties er werden gelegd.
zoals ik al zei, heel veel gesprekken werden gevoerd. Ik laat jullie materiaal zien vanuit verschillende tijdschriften. Dat kan Ashanti zijn, Flamboyant, de Zwarte Vrouwenkrant van Arnhem. Dit is een voorbeeld, Zwarte Piet in de jaren 80, veel opbesproken op verschillende manieren. Zoveel vormen van verzet, zoveel acties die toen werden gedaan. En ik denk dat er het idee is, ik lees heel vaak, oh, nu zijn we heel erg actief bezig met de geschiedenis van Zwarte Piet en feminisme. En dat was toen ook zo. En het is hartstikke goed dat nu ook gebeurt. Maar ook om ons bewust van te zijn wat er is gebeurd in de jaren 80. Dus ik zei, heel veel uitwisseling. Dit is een Amerikaanse, zwarte Amerikaanse theatergroep uit Baltimore die hier kwam. Dit is een stuk over Dorothea Smart, een zwarte feministische dichter die naar Nederland kwam. Er was heel veel uitwisseling tussen groepen hier en in Londen en in de VS. Met Zuid-Afrika, de strijd tegen apartheid, heel vaak denken we, als we over de anti-apartheidstrijd nadenken, zien we een soort van allemaal witte mensen die opstaan tegen apartheid in Zuid-Afrika. Maar er was ook een andere strijd. Er was ook een strijd van zwarte vrouwen in solidariteit met zwarte vrouwen in Zuid-Afrika. En daar horen we veel minder over. En wat de exchange daar was, wat de uitwisseling daar was. Iets anders wat me is opgevallen en wat ik belangrijk vind, is om na te denken hoe geschiedenissen tot stand komen, maar ook hoe ze herinnerd worden. Dus wat ik tegenkwam is dat er heel veel lesbische en gay collectieven waren in de jaren 80. Dus ik denk aan Sister Outsider, ik denk aan Suho. En daar horen we gewoon niet over. We horen daar bijna niks over. Dus voor mij is het heel belangrijk om die geschiedenissen niet van elkaar af te houden, maar juist bij elkaar te brengen. Dus het gaat om een feministische, en ik gebruik het woord queer hier, maar je kan ook LGBT, gay, lesbisch gebruiken. Dat ook onderdeel van het kolonialisme is. Dat ook onderdeel is van een koloniale geschiedenis. En Sister Outsider, waaronder de andere Gloria Wekker onderdeel van was, was een groep lesbische vrouwen die juist transnationale connecties opzocht. Die bijvoorbeeld Audre Lorde naar Nederland heeft uitgenodigd 2 keer. Die gesprekken hield. Die soort van zwarte literatuur meer zichtbaar maakte. En dat werk wat zij hebben gedaan is onderdeel van een archief, dat onderdeel is van een archief, dat onderdeel is van een archief. Je moet heel veel moeite doen om dat bij Atria te zoeken. En mijn vraag is, waarom? Waarom moeten wij zoveel moeite doen om simpel access, om toegang te krijgen tot die geschiedenis? Dus ik ben in mijn promotieonderzoek, maar ook gewoon als ik gewoon thuis zit, ik kan me daar gewoon echt een soort van druk om maken. Hoe gaan we om met witte instanties die deze collecties beheren en die eigenlijk institutioneel werk doen om die collecties niet naar buiten te brengen? Dus waarom zijn die collecties bij Atria? Kunnen die collecties ergens anders zijn? Wat voor gesprekken hebben we daarover? Dat voor mij is ook onderdeel van het feminisme. Dus voor mij om dit allemaal te zien en naar boven te brengen en interviews te hebben met verschillende vrouwen die actief waren in de jaren 80, laat zien dat er een hele leefwereld is waar wij niet over leren, waar we niet over praten en die gewoon niet onderdeel is van wat Gloria Wekker en Edward Said dat cultureel archief noemen. Dit is een flyer van Sister Outsider van een galaavond. Dit is de Suho-krant en dit is Audre Lorde die hier boeken aan het signeren is. Iets wat ik net al heb genoemd is, hoe gaan we om met de stilte van het archief? Een archief kan niet altijd tegen jou terugspreken. Dus wat betekent het om met die archieven bezig te zijn? En hoe kunnen we die archieven naar boven brengen? Hoe kunnen we met z'n allen zorgen dat die archieven niet verloren gaan, maar dat we juist die archieven naar boven brengen? En hoe gaan we om met het feit dat Atria een witte feministische instelling is die veel te weinig doet aan het bijscholen van zijn medewerkers, maar ook die gewoon veel te weinig doet aan het naar boven brengen van die collecties. Dus voor mij is het belangrijk om, als ik het heb over verschillende archieven, om na te denken over het archief dat zij hebben, maar ook het archief dat leeft buiten de muren van de institutie. En wat voor gesprek kunnen we hebben tussen die twee plekken. Dus ik ben niet alleen archiefonderzoek gaan doen, maar ook weer heel veel literatuur uit die tijd gaan lezen. En ik denk dat er is zo'n imaginair archief
als je nadenkt over de literatuur, de verschillende onderwerpen die besproken werden. En hoe vrouwen heel openlijk schreven over het lesbisch zijn, over ervaringen met racisme, over de muziek die ze luisterden, dat ze, terwijl ze op iemand aan het wachten waren, naar Joan Armatrading luisterden. Er is een hele leefwereld die wij niet kennen. Die we kennen misschien uit onze families en uit gesprekken, maar die niet per se onderdeel is van feminisme, hoe we het aangeboden krijgen. Dit is Droomhuid van Johanna Werners. Dit is een verslag over Astrid Roemer, die een lezing komt geven. Die ook in gesprek was met Audre Lorde. Om te praten over wat het betekent om lesbisch te zijn in de jaren 80. Dat soort gesprekken, denk ik, hebben we nu ook weer. Voor mijn generatie heb ik het idee dat het heel goed zou zijn om ons meer bezig te houden met wat voor gesprekken er in de jaren 80 plaatsvonden en welke gesprekken we nu hebben. En wat voor verschillen daarin zijn en waar we elkaar in kunnen vinden. Maar het feit dat dit gebeurde was gewoon fucking bijzonder. Dat Audre Lorde en Astrid Roemer en mensen bij elkaar kwamen om dit soort gesprekken te hebben. In Atria, als je je daar ooit mocht bevinden, is er ook een document dat heet Groepsportret van Sister Outsider. Waar alle leden van Sister Outsider eigenlijk beschrijven hoe zij feminisme zien, wat hun identiteit is, hoe ze bij elkaar zijn gekomen. En als je het leest, dan realiseer je hoe belangrijk het is om jezelf letterlijk in de geschiedenis te schrijven. Niemand gaat over jou schrijven. En als er over je wordt geschreven, wordt het op een manier gedaan die niet per se prettig voelt. Dus echt het nadenken over op wat voor manieren zijn mensen nu bezig met zichzelf in geschiedenis te schrijven. Hoe laten we herinneringen achter? En dit idee van het bewijs achterlaten, hoe doen we dat? En waarom is dat zo relevant voor de toekomst van archieven? Dit is een foto van Sister Outsider in Amsterdam. Met Tanja Leon en Gloria Wekker, Tineke Sumter. Dus ik ga nu het afronden. Volgens mij ben ik oké met tijd. Dus ik zie archieven als meer een plek waar we kunnen nadenken over identiteit, seksualiteit, ras en verlangen. Maar ik zie archieven ook die echt in noodzaak zijn van een als je dat decolonial wil noemen of decoloniaal, of op een andere manier, moeten worden gedeconstrueerd. We moeten op een andere manier over archieven na gaan denken. We moeten op een andere manier na gaan denken wat er met die archieven in Atria gebeurt. Er is een soort van vluchtroute in Atria, dat als er brand uitbreekt, dat de belangrijkste archieven liggen vooraan. Die hebben allemaal een A en die neem je mee. En de ZMV-archieven zijn daar niet bij. Dus ik maak me gewoon oprecht zorgen over wat er met die archieven gaat gebeuren. En dat er zo weinig mensen weten wat er daar ligt en hoe omvangrijk het is en hoeveel we daarover kunnen leren. Ik praat over jaargangen van bijvoorbeeld Ashanti, waar echt zoveel informatie in staat, van flamboyant, foto's, et cetera. Al deze transnationale connecties, en ik heb er nu maar een paar genoemd, zijn echt, nou ja, ik kan niet eens beschrijven hoeveel er is en hoe weinig ermee wordt gedaan. Dus ik ben benieuwd om zo meteen met jullie in gesprek te gaan over wat jullie daarover nadenken, maar ook op wat voor manier daar daar anders over na kunnen denken. Er was een zwarte vrouwenbibliotheek, een documentatiecentrum, flamboyant. Dat wordt ook steeds besproken. En het ironische is ook dat in de jaren 80 vrouwen bezig waren met waar gaat onze geschiedenis heen? Hoe gaan we dit aanpakken als er geen geld voor is? Als het budget steeds niet doorkomt, wat betekent dat? Waar gaat het materiaal naartoe? Dit is de cover van de zwarte vrouwenkrant Arnhem met Angela Davis. En dit is Audre Lorde, Tanja Leon en heel veel foto's van deze tijd laten mij op een bepaalde manier zien en voelen dat het belangrijk is om dat imaginaire archief ook te zien in dit soort handelingen. Ook te zien aan feministische tafels en waar vrouwen bij elkaar komen en dingen delen. Waar spiritualiteit gedeeld wordt, waar er wordt gesproken over dingen die ons dierbaar zijn. En ik denk dat deze foto van Audre Lorde mij heel erg doet herinneren aan dat idee van een gesprek voeren, intimiteit hebben. En dat dat ook is waar archieven plaatsvinden en ook bewaard worden. Dat was het.